We zijn hier bij het stemmen tellen. Zelf stel jij ook stemmen. Hoe gaat dat in zijn werking? Nou ja, er wordt gekeken per partij en dan totaal aantal stemmen moeten geteld worden en op kandidaat. Dus we zijn heel blij alsof op één partij iedereen op nummer 1 heeft gestemd. Dat scheelt weer. Jullie zijn een hele poos aan een stuk door, tot wel 5 uur. Houden jullie dat een beetje vol? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Eerst dacht je van nou, we gaan gewoon zittend erbij, maar dat werkt helemaal niet, want die papieren zijn veel te groot. Dus je staat inderdaad wel continu gebogen over de tafel. Maar nee, dat komt goed. Het is maar 1 dag. En jullie werken samen met een stuk of 50 mensen. Is het ook gezellig? Ja, het is leuk. Ja, maar dit is het leuke van zo'n dag, dat je collega's van andere teams ook leert kennen. We zijn best wel een grote organisatie ondertussen, dus je kent niet meer iedereen helaas. Maar op zo'n moment kom je wel allemaal collega's tegen die je niet al eerder hebt gesproken bijvoorbeeld, of niet eerder hebt gezien. Dus dat is wel heel positief ervan. Dus eigenlijk is dit ook wel een beetje, als ik dat zo mag inkleuren, een dagje uit voor de gemeente? Nou, ja, een dagje uit, maar met wel werken erbij. Ja, maar het is wel gezellig, absoluut. Vanmorgen hebben we met z'n allen verzameld hier. Iedereen bij zijn eigen telstraat, zoals dat heet. We werken in de gele vlakken van de sporthal. Daar staat eigenlijk een telstraat en elke telstraat heeft zijn tafelleider. Dat is degene die ook onze vraagbaak is. Is een stem geldig of niet als wij twijfels hebben? Zij hebben de oranje hesjes aan. Wij als tellers hebben de gele hesjes aan. En er is op partij gesorteerd gisteravond en geteld. En nu tellen we echt op kandidaat. Dus we gaan op kandidaat tellen, sorteren. We leggen ze op volgorde van nummer. En het moet ook echt opgeschreven worden hoeveel stemmen heeft deze partijkandidaat. Hoeveel heeft de andere. En dat wordt nog een keer gedubbelcheckt. Hoe laat verwachten jullie ongeveer klaar te zijn? Ik heb werkelijk geen idee. Ze verwachten, is mij vanmorgen verteld, rond 5-6 uur klaar te zijn. Maar goed, dat is natuurlijk ook afhankelijk van hoe snel het allemaal gaat. Zijn er geen fouten? Moet het nog een keer gecheckt worden? Dus ik heb geen idee.